Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, heeft op 24 augustus 2019 haar eerste niertransplantatie uitgevoerd. De algemeen directeur van het AZP, Claudia Marika Redan, typeerde dit als een historische mijlpaal voor zowel het ziekenhuis als het team dat heeft geassisteerd bij de operatie. Volgens Marika Redan zal het AZP met dit project bijdragen aan de besparing van kosten voor het dialyseren. Amar Poonwassi van het medisch team legt uit hoe de voorbereidingen zijn gelopen voor deze eerste niertransplantatie. Ik moet u zeggen dat transplantatie uitvoeren in Suriname, ik zei het als historisch is, maar je moet begrijpen dat ze alleen maar betekenen gezondheidswinst voor de patiënt die een gedoneerd nier krijgt. En wat wil dat zeggen? Zo iemand kan uiteindelijk bijdragen aan die maatschappij, ook aan het gezinsleven. Deze voorbereiding op medisch gebied houdt in principe in dat niet zomaar iedere wiens nier niet werkt in aanmerking kan komen voor niertransplantatie, maar wel veel meer mensen dan misschien er buiten gedacht wordt. Dialysepatiënten, maar ook mensen die op het punt staan om te beginnen met dialyseren, worden dan eigenlijk verzocht te zoeken naar donoren. Want een niertransplantatie houdt in principe in dat de nier, de werking van de nier van een patiënt wiens nieren het niet meer doen, wordt vervangen door een gezonde nier. Zo'n gezonde nier die komt niet in een kistje aangevlogen uit het buitenland. Zo'n gezonde nier wordt eigenlijk gedoneerd door een, ja, het kan zijn een naaste, het kan zijn een familielid, een kennis, dus ook geen bloedverwant per se. Het kan zijn een wildvreemde. Dat zijn situaties die we in het buitenland ook kenden, filantropische donaties. In elk geval komt het erop neer dat er een uitgebreide medische screening vooraf wordt gedaan. Deze grote operatie is mogelijk gemaakt door de George Subraj Foundation, die gevestigd is in de Verenigde Staten. De stichting heeft de kosten van de specialisten en medisch materiaal gefinancierd. De Amerikaanse specialist Stephen Guy geeft onder andere aan dat het dialyseren in 10 jaar bijkans $125.000 kost. Rajesh Subraj, voorzitter van de George Subraj Foundation, vertelt hoe de stichting, die vernoemd is naar zijn vader, tot stand is gekomen. This program will flourish and be probably one of the prime transplant programs in the Caribbean basin. We did the standard procedures here. We did what's called an open nephrectomy to take the kidney out. I think in the future we'll probably move on to do something called laparoscopic surgery to do that. And then the kidney gets placed in the standard way with what's called an open technique. Both the donor and the recipient are doing very well. It's a wonderful couple. They've been married for many years. And both are very healthy. The new kidney in the wife is fantastic. It's making lots of urine. She's very happy. And hopefully will be off dialysis the rest of her natural life. The good thing about doing a living donor transplant, which is what this would be, is that the what's called the half-life of the kidney is up to 22 to 24 years. So we expect that this kidney will hopefully last her for the rest of her life, and her spouse will also do very well. My father, George Subraj, was a Guyanese rice farmer who immigrated to the United States, became a successful real estate entrepreneur. He always attributed his success to his support from his family, friends, and society. And as such, he felt that there was a need to always give back to society. Subraj zegt dat zijn vader zoveel mogelijk terug wilde doen voor anderen. De operatie die de Subraj Foundation mogelijk heeft gemaakt, heeft 11 uren geduurd. Beide patiënten maken het tot nu toe goed.